Daarbovenop komt het orgel te staan. En daaronder komt de preekstoel. Dan is daar nog een open ruimte. De nieuwbouw van de hervormde kerk in Aalburg krijgt steeds meer vorm. De kerk is een bijzondere klus voor de plaatselijke aannemer. Heeft u het al vaker gedaan? Wel mee verbouwd, maar helemaal een nieuwe kerk nog nooit. Het kerkgebouw gaat plaats bieden aan 450 gelovigen. En daar is het allemaal om te doen. Want de huidige eeuwenoude kerk is al jaren veel te klein. Nou, het kan er soms in twee diensten niet in. We hebben elke morgen twee diensten, elke zondagmorgen. En als dan in de tweede dienst de mensen er ook nog niet in kunnen, is dat toch wel vervelend. Voor de oude kerk wordt naar nieuwe functies gezocht. 100 meter verderop in het dorp, bij de gereformeerde gemeente, zitten ze met hetzelfde probleem. De kerk is te klein en dus gaat volgende maand hier de schop in de grond voor een nieuwe kerk. Twee nieuwe kerken vrijwel naast elkaar. Samen er eentje bouwen is geen optie. Het zijn twee totaal verschillende gemeentes. Ja. Met verschillende opvattingen. Met verschillende identiteiten. Verschillende gebruiken. Ja. Gewoontes. En dat zou niet samen in één gebouw passen? Nou, niet passen, dat wil ik niet zeggen, maar kijk, u gaat ook niet bij de buren eten. Bij de gereformeerde gemeente willen ze hun nieuwbouwplannen niet voor de camera toelichten, want veel gemeenteleden hebben bezwaren tegen het medium televisie. De kerken kosten allebei ruim 2 miljoen euro. De gemeenteleden hebben daar een bijdrage aan geleverd, hebben ze dat toegezegd. Ze hebben ook arbeid toegezegd om te komen helpen. Want dat drukt de kosten. Dat drukt de kosten. In het dorp van 6000 inwoners zitten 6 kerken. Ook 4 jaar geleden werd er nog een nieuwe gebouwd. En nu komen er dus weer 2 bij. Welke wordt de mooiste? Ja, dus ongetwijfeld in deze. Ja, ja. Dat moeten we nog gaan zien natuurlijk. Ja. Daar kunnen we later nog over stemmen in het dorp. Welke het mooiste is.